Dit is een voorspelling. Die heb je ook nog niet gezien deze, hè? Dat, nee. Dat is ook een verrassing. Ik pak even wat voorwerpen. Ik heb een sleutel. Ik heb een pen. Nou, en ik gooi mijn horloge er ook in. Jij mag één van deze voorwerpen kiezen. Het voorwerp wat jij kiest, zeg ik er even bij, wat je aanwijst, dat klopt met mijn voorspelling. Dus het is niet zo als je zegt, ik kies de pen, zeg ik, oké, wijs er nog één aan. Nee, als jij zegt, ik ga voor de pen, krijg je de pen, de rest gaat weg. Oké. Welke kies jij? Dus mijn keuze staat meteen vast? Je keuze staat meteen vast. Oké, nou, dan ga ik voor. Dan ligt hij in een loge en jij gaat voor een sleutel. Ja. Dat is wel hartstikke logisch. Je weet niet waar hij naartoe wil laten. Oh ja, dat klopt ook. Jij gaat voor de sleutel. Ja. Oké. Nou, ik ga hem eerst jullie laten zien. Laat ik het aan Mark zien. Dit boekje namelijk is natuurlijk voorgedrukt. Als je dat doorbladert, dan zie je een hand komen. En die hand pakt één voorwerp. En dat is de sleutel. Zie? Ik zal Mark ook laten zien. Ik geloof dat ik niet alles wat ik doe. Kijk. Er komt een hand. Zie? En ja, ja. Nou. De sleutel. Hij had het horloge op de pen kunnen pakken, maar hij pakt de sleutel.